Kijk, ik heb net nog even het laatste weer gecheckt. Het zicht is alleen maar groter geworden, dus we kunnen lekker ver kijken. En de wolken zijn nog een beetje laag, maar wel goed genoeg om te vliegen. Keijer uit Abcoude en zijn familie gaan met Emiel mee de lucht in. Even kijken, hebben we alle steunen hier goed zitten? Anders zit het niet zo fijn. Het is passen en meten in het kleine vliegtuig. Maar als iedereen eenmaal zit, gaat het prima. Even wennen, dus dan sluit hij even af. Maar dadelijk als we de lucht in gaan, dan komt hij er wel weer bij. Oh, je bent er nu alweer. Hey, voel je dat? Je hebt je headset op. Kun je mama nog horen nu? Bij zijn geboorte krijgt Keijer een hersenbloeding. Daardoor komt hij in een rolstoel terecht. Hij kan niet praten, maar begrijpt wel alles wat om hem heen gebeurt. We rijden nu nog over het gras. Het is niet zijn eerste keer in een vliegtuig. De familie maakt vaker reisjes en al 8 keer eerder ging Keijer de lucht in. Na een rondje om zijn eigen huis en uniek uitzicht over de provincie is het weer tijd om te landen. Die sensaties, dat vind ik gewoon heel erg fijn. En, ik heb daar doodje. Ja, daar geniet hij enorm van. Kijk, hartstikke goede co-piloot geweest. En Tijn, jij ook. Ja, jij hebt een cadeautje. Je hebt een cadeautje. En voor zijn broertje is het ook gewoon een heel erg leuk uitje. En dat is ook heel erg belangrijk. Dan nu de af. Ja.